Hekendorp, een klein dorpje in het westen van onze provincie. Geliefd bij dagjesmensen en kampeerders. Het dorp heeft zo'n 700 inwoners en weinig voorzieningen. Net als veel andere kleine kernen in onze regio. Veel ouderen hebben prachtige verhalen over hoe het vroeger was. Maar wat worden de verhalen van de toekomst? Geen dokter, geen winkels, geen bibliotheek. Hekendorp lijkt stil en verlaten, zeker op de vroege ochtend. Maar schijn bedriegt, want kinderen verlaten hun huis om in Hekendorp zelf naar school te gaan. De meeste kinderen komen uit het dorp zelf en hoeven dus maar een paar honderd meter te lopen of te fietsen. In totaal zitten er ongeveer 70 kinderen op de Goejan Verwelle school. In de middag heb ik afgesproken met Patty, moeder van Mees en Maud. Ja, met Patty, hè? Hoi, hey. Hey. Hoi Patty. Hoi. Hoi. Ja, einde schooltijd. Ja, vijf minuutjes bijna. Nog. Ja, nog. Ze komen er bijna aan. School aan de overkant van jullie huis, want jullie wonen in de wijk daar. Ja, klopt inderdaad. Ja. Dat is wel heerlijk, hè? Ja, is echt heel fijn. Wij wonen natuurlijk daar en de kinderen zitten hier op school. En de school is eigenlijk wel het middelpunt van Hekendorp. Ja. Want de kinderen komen ook elkaar tegen bij de Sinterklaasvereniging, de Koningsspelen. En er gebeurt gewoon ontzettend veel hier waar de kinderen elkaar ook weer tegenkomen. Het is een openbare basisschool. Op zich is het eigenlijk gewoon, alle geloven zitten hier ook op school. Dus of dat je nou katholiek bent of protestant, maakt niet uit. Op deze school komt gewoon iedereen die eigenlijk in Hekendorp woont. Dat is wel grappig, want zo is een openbare school natuurlijk eigenlijk bedoeld. Maar in veel grotere gemeenten is de openbare school eigenlijk voor kinderen die niet meer naar de kerk gaan. Nee, klopt inderdaad. Ja, maar dat is in Hekendorp wel heel anders. Ik zeg altijd, we zijn geen standaard openbare basisschool zoals in Gouda of in Schoonhoven. Nee. Maar ja, echt een school voor het dorp, zeg maar. Onlangs hadden we een goede doelenactie. En dan komen er ook echt nog opa's en oma's of vaders en moeders die de kinderen helemaal niet meer hier op school hebben zitten. Dus dat is echt heel erg leuk. Wat is nou het verschil tussen deze school en een school Hartje Utrecht? Ik denk toch dat het wel echt betrokken is met het dorp. Dat de school echt, als de school er niet meer is, dat het dorp dan niet meer levendig zou zijn. Dat er dan geen Sinterklaasvereniging meer zou zijn. Misschien zeg ik het heel sterk hoor, maar zou jij hier blijven wonen als die school er niet meer is? Nee, dan zou ik hier denk ik niet meer wonen. Nee. Ik ben Mees. Hey Mees. Hey Maas. Hallo. Hoef je niet meer? Ik zit naar jou alsof je een beetje gek bent. Dat weet je. Maar lekker vrij zijn, lekker spelen. Oh, wat een fijne tuin. Dag, ik ben Margreet. U bent oma. Ans Peek. Hallo. Ja, hallo. Wat een heerlijk dorp heeft u. Ja, heerlijk. Ja. Het is nu wel groot hoor, Hekendorp. Was vroeger heel klein. Wij vinden 700 nog best klein. Ook, hè? Ja. Maar jullie... hoe groot was het toen u hier jong was? De Bovendijk en de Onderdijk. Ja, deze hele wijk was er natuurlijk niet. Nee. Er was helemaal niks. Nee. Want ik weet nog heel goed, was ik een jong meisje. Maar wat was hier dan? Niks, weiland. Allemaal weiland. Ja. Was er. Hier liepen koeien. Tien jaar geleden werd het laatste stuk nieuwbouwwijk gebouwd. Inderdaad, op de plek waar eerst de koeien liepen. Hierachter in het beeld te zien. Maar daarna mocht er niet meer worden gebouwd.
Het groene hart moet groen blijven. Er is als het ware een rode lijn om Hekendorp heen getekend. En dat is definitief de grens van de bebouwing. Dat geeft bij sommigen wel zorgen. Trekken de jonge mensen niet langzaam weg als er geen nieuwe huizen bij mogen komen? Ja, want ziet u dat nu gebeuren? Dat mensen die nu 20, 25 zijn, dat die wegtrekken omdat er geen huis meer is? Ja, die trekken weg. Maar ook wel omdat tegenwoordig ze studeren natuurlijk allemaal in andere steden. En dan blijven ze daar hangen. Want dat herken ik van mijn werk, van mijn collega's. De kinderen ook. Die trekken ook. Nou, het liefst willen ze allemaal in Amsterdam wonen. Ja. Maar ja, dat ze dan niet meer. Maar dan worden ze ouder. En dan merk je toch, er zijn er die teruggekomen zijn. Oh ja? Ja. Oh, jullie waren de eerste waar de schutting open stond. Man, daar ga je toch nooit meer op vakantie naar Zuid-Frankrijk als je dit in je tuin hebt? Nee, eigenlijk niet. Want zijn jullie Hekendorpers? Ja. En heeft iedereen in Hekendorp zo'n grondje? Nee, niet iedereen. Dat moet je huren. Wow, wat te gek zeg. Nu liggen jullie er heerlijk in, maar ik kan me voorstellen dat het hier in de winter ook wel eens heel mooi kan zijn. Ja, klopt. Op de wind kan je gewoon hier staan als het ijs ligt. Ja, zijn jullie opgegroeid hier? Ja, ik wel. Altijd naar de school hierachter? Ja. En dan komt er een keer een moment dat je naar de middelbare school gaat, hè? Ja. Dan moet je dorp uit. Ja. Waar ga je heen dan? Naar Gouda. Nou ja, dat is eigenlijk ook nog hartstikke dichtbij. Ik ging naar Montfort. Oh, dus die kant en die kant, andere kant, zeg maar op. Ja. Is er voldoende te doen voor jongeren hier in het dorp? Op zich wel. Ja, je kan wel lekker chillen en zo en gewoon afspreken met vrienden. Ja, en dat is enorm verenigingsleven, hè? Ja, dat zeker. Ja. Zaten jullie bij alle clubjes vroeger? Nee, niet allemaal. Nee. En als je nou bedenkt, ik wil op mezelf wonen? Wordt het dan Hekendorp of ga je er buiten zoeken? Ja, misschien wel, ja. Dat weet ik niet. Ja, is misschien het te vinden? Ja. Als je zou willen, kun je hier nog een beetje normaal aan een huis komen? Niet heel veel, maar wel een klein beetje. Oh, dat doe jij, hè? Ja, dat doe je. Ik zie daar ineens een alles nog te bewegen. Echt zo'n Jaws gevoel. Ja, maar dat wordt hier niet meer gebouwd, denk ik, hè? Nee, niet meer. Maar ze willen wel een nieuw huis gaan bouwen hier. Maar ja. Ik weet niet of dat nog doorgaat. Zou je het doen later, denk je? Misschien wel. Zeg. Dit is een beetje wat je bedoelde, hè? Ja, die school. Dit was wat ik bedoelde. Ja. Voor de gezelligheid. Ja, inderdaad. En de huttenbouw ook ieder jaar. En dat is altijd wel heel erg gezellig. Iedereen is weer terug van vakantie. En de barbecue. Dus dat is heel erg gezellig. De kinderen zien elkaar weer. Pas je vakantieplannen erop aan? Want wij mogen niet met de huttenbouw op vakantie zijn, hè? Wil jij mij meenemen? Naar jouw hut? Ja. Ja? Kom. En welke is nou van jou? Die witte? Ja. Ja, allemaal zijn ze groot. Ik wilde al zeggen, dit is geen hutje, dit is de hele villa. Kom eens. Ja, er wordt nog gemeten en gespijkerd op het laatste moment. Hoeveel werk zit hierin? Hoe bedoel je? Hoe lang heb je eraan gewerkt? Een uur of twee of zo, weet ik veel. Dat is helemaal niet lang voor zo'n groot ding. Ja, maar alle vaders hielpen mee. Oh, jullie hadden hulptroepen ingeschakeld. Ja, elk jaar. Ja. En wat is het leukste aan jullie hut? Nou, het is lekker groot en je kan er heel veel in doen. Mag ik hem zien? Oh, het is echt heel leuk. Hier wil je toch nooit meer uit? Hij moet afgebroken worden, hè, morgen. Ja, jammer genoeg wel, ja. Het is wel heel jammer. Liever had hij dan nog bijvoorbeeld een weekje kunnen staan. Dat had echt top geweest. Hey, dus het huttenbouwen is hier leuk. En wat is hier nog meer leuk in het dorp? Koningsdag. Sinterklaas. En ik hoorde iets over Jeux de Boules. Ja, een Jeux de Boules. Wedstrijd, ja. Het is wel geinig, want Hekendorp is eigenlijk best wel een klein dorp, hè? En hoe komt het, denk je, dat het... Ook nog speurtochtjes. En hoe komt het dan, denk je, dat er toch altijd zoveel te doen is? Ja, we hebben ook de...
een vereniging en die doet allemaal leuke dingen. Ja. Nou hebben jullie hier voor jezelf je eigen dorpje gebouwd, maar over een jaar of 10 mag jij echt op jezelf gaan wonen. Ja. Waar wil je dan wonen? Hekendorp of ergens anders? Hekendorp. Ga ik meteen even vragen, waar ga jij laten wonen? Ook in Hekendorp. 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 Waar wil jij laten wonen? Hekendorp. Hekendorp. Nee, joh. Hey, en er is niemand die denkt, ik ga laten studeren. Ik ga gewoon naar Rotterdam of Groningen of Amsterdam. Oh, jawel? Ja? Ik wil in Rotterdam wonen. Ja, waarom? Omdat ik voor Feyenoord ben. Ik hoorde het al. Weet je, jij ging het zeggen. Ik dacht, dat wordt vast Feyenoord. Jij bent een groot Feyenoord-fan? Ja. Ja? Ja. Dus jij gaat het dorp vaarwel zeggen en je gaat naar de stad laten? Ja. Ga je ook studeren? Dit is de bovenkant. Daar staat het zo in die hoek, naast de meidenhut, jongenshut en de meidenhut. Hier zitten we het meest. Tot volgende week!